De legionelle bacteriën zit het liefst in stilstaand lauw wetter. Om de bacteriën te bestrijden, moet de leidings vaak spield worden met heetwetter. Dat kost het een soort energie, wetter en dus geld. Holland Water Technology had al een systeem om met koper en zilver de bacteriën te bestrijden, hier in het MCL in Leuwarden. Het bedrijf had nu 180.000 euro subsidie gekregen van de provincie om met sensoren de eventuele groei van legionella online op te sporen. Uiteindelijk zit er in iedere installatie biofilm. Dat is het slijmerige laagje wat ook in een tuinslang zit als je die een tijd laat hangen. De kunst is dat je dat slijmerige laagje eruit krijgt. En dat doe je met koper- en zilverionen. En je volgt goed wat de dosissen zijn. Dan kan je uiteindelijk weten dat die biofilm op termijn ook inderdaad verdwijnt. En dus geen kans op de legionelle bacterie en dus ik net op de gevaarlijke veteranenziekte. Vanuit de vestiging in Drachten zal alles in de gaten houden worden. Hier wordt ik alarmslijn als het toch misgiet. Als er te weinig koper zilverionen in zitten, krijg je een alarm. En kan je zorgen dat dat tappunt waar het dan over gaat wel gespoeld wordt. Dus dan zou je voordat de legionelle bacterie zich kan ontwikkelen al een waarschuwing kunnen krijgen? Juist, dat is eigenlijk wat je doet. In eerste instantie vanuit het Friese gebeuren, maar we willen dat natuurlijk ook in de rest van Nederland en ook in andere delen van de wereld gaan toepassen. De proef wordt waarschijnlijk dienen bij het MCL in Haas. Zwaargroep Noorderbreedte had grote verwachtingen van de proef. We hebben een blijft verrast deze subsidie. We zien hier wat op te wachten zien. Van, hey, dit is toch een kans die we hebben om en de veiligheid in de lof te houden. En toch weer onze kosten te reduceren. En als dat lukt, ik de temperaturen te reduceren. Wat ik wel positief is voor het milieu in de zin van minder opwarming en minder wetterverbruik. Het besparen dus energie, wetter en dus geld. Vraag is of er ik risico's voor de patiënt in de proef zitten. De patiënt is veilig omdat we nu al skimwater hebben en dat zal ik net oorzaken wat dit betreft.